Wilma, ongelooflijk hartelijk welkom. Ik ben zo blij dat jij hier zit. Dat was ruim negen jaar geleden dat je hier was. Toen had je net een ernstige harttoestand gehad nadat uh, je aan het sporten was. En daarna is er een hele reis ontstaan die je zelf nooit had kunnen bedenken. We zijn net het nieuwe jaar begonnen. Vertel eens in het kort wat het afgelopen jaar met jou gebeurd is. Wow, in het kort, ja. Ik heb eind december ben ik geopereerd. Mijn hart was te groot. Dat klinkt heel nobel natuurlijk, maar dat is niet handig. Dus ze hebben hem letterlijk verkleind. Ze hebben hem bij mijn linker hartkamer hebben ze een stuk afgesneden. En dan bij mijn hartkleppen waren de openingen ook te groot en die hebben ze ook verkleind. Het was een uh, bijzondere operatie en ze waren heel enthousiast dat ik dat had overleefd. Ja. Maar die reis naar die operatie toe was lang, was heftig. Ja. Je bent... Heb je hebt een keer op de rand van de dood gelegen. Ja. Zo is eens naar een filmpje kijken waarin we jou met je man André zien in die kwetsbare situatie op de intensive care? Ja. ja. Wanneer begon je te merken, Wilma, dat, 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 dat het niet goed met je ging? Als ik nu terugkijk, zo'n anderhalf jaar geleden... toen begon het al moeilijker te worden om de trap op te lopen. Ik was meer vermoeid. Ik vroeg vaker naar een andere, wil je even iets voor me halen? En toen was ik ook al naar de arts gegaan. En uiteindelijk uh, ja, zei ze, we moeten met spoed jou opereren. Dat is dus gebeurd in het AMC Amsterdam. En het leek dus heel goed te zijn gegaan. Maar ja, toen na twee dagen, dat was met oudjaarsdag... Uh, toen ging het helemaal mis, dus ik kreeg al mijn hartstilstanden en dan geven ze je een shock hè, om je hart weer te laten lopen. Eén keer daarvan weet ik dat een zuster echt binnenkwam rennen en naar Anderen en Levi, mijn, mijn middelste zoon, zei wegwezen. Dus die dacht echt. Die waren al heel hoog in, oh het gebeurt en oh, oh hier laat leven, oh, dat, dat was het enige gebed. En toen zijn ze naar buiten gerend naar de gang en toen zagen ze gewoon allemaal personeel naar binnen. Eén iemand klom zelfs op mij en toen zijn ze mij gaan reanimeren. Ja, zij liepen door de gang echt met het idee, oh Heer doe een wonder, doe een wonder. Dat is gewoon constant hun gebed geweest. ja. ja. Wat mooi, want je bent zeer geliefd in Christelijk Nederland. Als ik zie hoeveel duizenden mensen met jou meegeleefd hebben en nog steeds meeleven. Ja. Wat heb je in die momenten dat anderen dachten, je man, je kinderen, vrienden, uh, ik, ze gaat het niet halen. Hoe keek jij de dood in de ogen? Ja, ik heb de eerste twee weken niet bewust meegemaakt, want ik ben lang op de intensive care ge geweest. Maar... Uh, ze hadden me na de operatie een beetje bij laten komen, heel langzaam. Hè. Dus, en vervolgens kwamen die hartstilstanden en die reanimaties. Dus ik ben niet volledig onder narcose gegaan opnieuw. Dus dat stuk heb ik deels meegemaakt. Wat zeg je dan tegen boven? Ja, zover was ik eigenlijk nog niet. Nee. Dan, uh, nee, ik was te ver weg. Wat ik wel had, was toen ik uh, iets verder weer was. Ja, toen gebeurden er wel hele nare dingen die ik merkte. En dan hang je een beetje tussen uh, uit de narcose komen, wakker worden, echte realiteit ontdekken. Ja, ik had echt enge dingen, dat ik, dat ik echt reëel voelde dat er een, een wolk over me heen ging waar ik voor moest bukken. En er kwamen woorden uit als uh, je gaat dood, we maken je dood. En elke keer ging ik in gedachten rechtop zitten en ik uh, had de foto van mijn kind zo recht voor me, dat kan ik me nog herinneren en dan zei ik nee, nee. Ik blijf leven in Jezus naam. Ja, en elke keer ging ik lachen met het idee, maar ik ga dit overwinnen, dankzij Hem. En dat heeft in mijn beleving een nacht geduurd. Ja, dat was heel erg. Heftig, hè? Ja. ja. Als je echt niets kunt, dan weet je gewoon dat je helemaal afhankelijk bent. Hé, dan, dan betekent het gewoon letterlijk. Ik lag in mijn bed en ik, ik kon ook niet bedenken. Ik ga mijn linkerbeen een centimeter verplaatsen. Ik kon niets. Dus dan, dan kwamen ze ook binnen, twee broeders of zusters... en die zeiden, we gaan je even verschonen. Maar zelfs, toen ze dacht verschonen? Ja, je krijgt een nieuwe luier. Dus dan hebben ze van die tactieken om je op je zijkant te leggen... en toen dacht ik, oh, dat ik dit ook niet kan. Nee, natuurlijk niet, want ik kan niks. Ja, en dan, dat is een fase die ook heel moeilijk is, want dan denk je... Want jij kon alles. Ja. Ik kan ken hele... jou vanuit je atelier met... Uh... Prachtige schilderij, dat hangt er ook in in het kantoor van Hour of Power. Daar kijken we met vreugde naar. Uh, je hebt een achttal boeken geschreven. De bruisende Wilma Veen, die Nederland kent. Uh, wat is daarvan over? Uh, nou, het absolute wonder is, is dat je lijf van alles kan meemaken, maar dat zegt niets over je geest. Er zijn regelmatig momenten dat je voelt en weet... nu is iedereen bang dat ik toch nog dood ga. Um, dan, dan diep van binnen blijf je wel dezelfde. En ja, je bent natuurlijk heel afhankelijk... maar je kan nog steeds danken. Als je heel zwak bent, kun je nieuwe maar waar dingen niet oefenen. Waarvoor dank je dan? Oh, dat ik er nog was. Ja? Ja, daar heb ik heel erg voor gedankt. Heel veel, heel veel. En... De, en dat gaf ook in mijn binnenste ook een stukje kracht en blijdschap. En we weten het, we horen dat ook. Dat, dat dankbaarheid zo'n ongekende sleutel is, ik koos er dan voor. Want het was gewoon heel moeilijk. Ik kon uh, door uh, de intensive care niet slapen. Dus ik zag elke uur van de klok. En dan denk je, wow, wat duurt de nacht lang? Wat lig ik hier alleen? En dan zei ik dank u dat u er bent. Dat is de kracht van ons geloof. Hè? Je gelooft het en je ziet het niet en toch beleef je het nog intenser dan je het zou kunnen hebben als je het ziet. Ja. Het is niet te geloven en dat neemt niet weg dat ik het ook heel zwaar vond. Nacht in, nacht uit, overdag om, dan, dan komt iedereen aan je bed, er komen twee cardiologen je steeds vertellen wat de status is. Ze gaan oplossingen al bedenken voor over een half jaar die ik niet wilde horen. Er werd constant aan mijn bed gesproken over, ja, we moeten het toch eens een beetje hebben over een steunhart en een harttransplantatie. En op een gegeven moment zei ik, ja, dit is mijn kamer en ik vind jullie echt geweldig. En heel erg bedankt dat jullie zoveel uren in die studieboeken hebben gezeten. Jullie weten tienduizend keer meer dan ik, maar één ding, in deze kamer niet meer over een harttransplantatie praten. Ik zeg, daar ben ik echt niet in toe. Dat gaat er toch van komen. Toch? Volgens de artsen gaat dat er van komen. Ja, is er geen andere optie? Oh, je zegt iets heel bijzonders, ja. volgens de artsen. Ja. Maar ik heb elke dag in het AMC gezegd, ook als ze dan wegliepen, uh, omdat ze alle scenario's met me hadden gedeeld en uitgelegd. Dan zei ik telkens als ze weg waren: maar deze kamer, dit is mijn kamer. En. Ik heb u en uw engelen uitgenodigd. Hoe dat precies werkt, dat weet ik niet. Maar volgens mij is het best vol hier. <lacht> <lacht> ah, mooi. <laughs> Want ik heb ja. er echt om gevraagd. En, en uh, ik wil uw woord ook laten spreken. En u bent een, ik geloof dat u een machtig God bent. En dat wat voor mij onmogelijk lijkt, is voor u wel mogelijk. En dat betekent dat ik opteer voor het wonder van ja. u en mijn leven. Heb je schreven, Ik wonder jou? Ja. Dus je gelooft in wonderen. Oh ja, ik geloof zo in wonderen. Ja, ja. Jan, dat ik hier zit, ja. is al een wonder. Ja, waarom ik absoluut nog niet deze aarde wil verlaten, is gewoon de mensen die ik liefheb. En dat is natuurlijk allereerst mijn gezin en die kring daarbuiten. En de ik wonder jouw familie, waar ik elke dag een bemoediging voor mag schrijven. Ja, die wil ik niet kwijt. Nee? <laughs> Daar ben ik voor. Ja. Dat kan gewoon niet. Maar ja, um, je kan het niet kiezen. En uh, ik geloof in een wonder omdat ik uh, dat dus zelf heb meegemaakt. Toen ik een aantal weken thuis was, toen uh, mijn schouder was uit de kom, dus hij, hij stond gewoon naar voren, uh, deed ongelooflijk veel pijn. Um, artsen kwamen en zeiden, ja dat is een syndroom, dat had een speciale naam, dat hebben ze met röntgen allemaal bekeken. Je moet er maar aan wennen. Dus toen was die beste man weg, de schouderspecialist, en toen zei André, nou dat gaan we niet doen hoor. Dat er nog eens bij. Wij gaan geduld hebben en we gaan bidden. Ik zei, ik ben het zo met je eens. <laughs> ja, want weet je Jan, als wij zeggen gelovig te zijn, maar dit stukje over willen slaan, uh, of denk ik kan dit niet geloven, ja, dan, dan moet je je toch afvragen of je geloof niet gewoon in de wil moet hangen. Want wat geloof je dan wel? Dan betekent het dat jij jezelf. Toestaat dat jij de mogelijkheden van God limiteert. Tot dit kunt u, maar dat kunt u niet meer. O, zeker niet in mijn leven. Ja, dat, dat durf ik niet aan in mijn leven. En dat wil ik ook niet aan. Nee, en mijn schouder... De, mijn zoon kwam terug van een uh, conferentie en zei... Er kwam een mevrouw naar me toe. En die zei, uh, als je thuis komt... Je moeder heeft pijn in de arm, mag je voorbidden en zal ze genezen. Dus hij met jas aan, grote kerel, legde zijn handen op mijn schouder, bad, zei Amen. Ik keek hem aan. Hij zei: Nou, man, til je armen maar op. Ik zeg: Ja, maar dat kon ik eigenlijk helemaal niet. Precies, dat is dus genezen nu. Uh, dat was zo bijzonder. Een eenvoudige bed. En daarnaast zijn er zoveel gebeden geweest van Heer. En nog steeds elke dag. Oh, genees ja. Laat hem weer gewoon functioneren. En uh, ja, en dan zit ik toch weer zoals afgelopen maandag voor een onderzoek. En dan heb ik, uh, daarom klink ik misschien een beetje schor. Uh, zo zijn we slokdarm? Ja, bij, door mijn slokdarm, via mijn slokdarm naar mijn longen gekeken. Alles wordt onderzocht. En uh, ja, dat moet dan ook weer. Ja. Dan ben je weer helemaal patiënt. Ja. André, je man, uh, zei tegen mij. Als je Wilma ziet, dan zie je een prachtige auto met alle accessoires erop en eraan. Maar weet wel dat van die vier cilinders onder de motorkap er nog maar één. Ja. Nauwelijks werkt. Ja, dat klopt. Ja, ja. Het is echt een, nu nog steeds een wonder voor wat ik allemaal kan doen. Ja. En, uh, ja, en dat is gewoon heel erg mooi. Ja. Hoe wil je verder? Wat droom je? Ja, kijk, ik droom natuurlijk ervan. Dat ik uh, volgende keer bij jou in de uitzending zit. En dan zeg ik: Jan, zullen we dat stukje nog even laten zien. dat we het erover hadden. En hey, ik ben gewoon genezen. Ja. En dat, maar het kan ook een proces zijn. van dat mijn hart steeds sterker wordt. Um, het kan ook zijn dat ik uiteindelijk in het ziekenhuis beland. en ik jou opbel en zeg: van Ik sta op het punt om een harttransplantatie te krijgen. Het enige wat ik moet doen nu. is uh, vertrouwen. Daarvoor kiezen. Uh, en voor dankbaarheid kiezen. En ik noem echt kiezen omdat ik denk dat je altijd overmand kan worden door gevoelens. Dat oh, dat ik dit allemaal mee moet maken. En oh, wat erg zit ik weer zo, moet er weer een infuus. Of dan prikken ze weer verkeerd zoals ik het nu weer. En of whatever. Dat je gewoon iets naar de stad wilde gaan en dat je na het parkeren alweer naar huis gaat omdat je gewoon te moe bent. En ik denk dat uh, de sleutel wel is van waar voed je je mee. Je leest over van alles en denkt, oh ja, daar heb ik ook last van. Nee, daar kom ik nooit meer van af. Maar uh, als je dat omarmt, kun je niet iets anders omarmen. Dus ik dacht, ik wil omarmen wat ik graag wil omarmen. En ik wil loslaten wat ik graag wil loslaten. Dus zorgen en moeite wil ik graag loslaten. Vind ik moeilijk, want ik kan echt me heel erg zorgen maken. Maar toch uh, is mijn basiskeus wel van: nee, nee, dat ga ik echt niet mijn leven lang allemaal meedragen al die zorgen. Morgen komt morgen. Ik leef nu. En dat is alleen maar meer versterkt. Wat eh. zou je tegen mensen, de kijkers willen zeggen die? ook midden in een mogelijk ander probleem zitten. Maar net zoals jou onder ogen moeten zien... dat ja. er iets onvermijdelijks is... of ja. iets waar je enorm mee topt... en dat je zegt, hoe kom ik uit? Ik voel me als waar in een gat vallen... En, en er is niemand onder me die me weer naar boven draagt. Ja, moeilijk is dat, hè? Ja. Ja, daar heb ik echt mee te doen. Ik krijg ook brieven van mensen die ik wonder jou lezen... waar ik echt even stil van ben. Want mensen kunnen meemaken... Ja. Of waar ze middenin zitten. Ja, het, eigenlijk het allereerste wat ik wil zeggen is: God houdt van je. En Hij ziet je. En Hij is begaan met je. je het is al zo zwaar voor je. Maar, ja. maar laat je niet naar beneden trekken. Zorg dat God je omhoog kan trekken. Zorg dat je Zijn handen pakt. Hoe, dat ga je uitzoeken voor jezelf. En dat Hij je opdeelt. Ja. Je schuifelt weer door het leven. Ja. Laten we nog even naar zo'n filmpje kijken waarin ja. je de eerste voorzichtige stapjes weer zet. Ja, heel stoer hoor, Jan. Let op. Met dat hart van jou, wat faalde, wat nog steeds. In de problemen zit. Ja. Waar is het vaderhart van God? Hoe maak je die connectie? Wauw, dat vind ik een mooie vraag. Het vaderhart van God is om mijn hart heen. Wauw. Om hem te beschermen en te bewaren. En ik zie dan vaak, uh, heel vaak het beeld vormen dat hij mijn hart, mijn hart, in zijn handen neemt en als het ware kneedt en vormt en het dan terugzet op een manier dat ik denk dat ik niet eens kan bedenken. Maar zijn vaderhart is daaromheen. En je zei net van, ja, mensen die het ook moeilijk hebben op andere manieren. Ik uh, weet dat uh, zij Gods vaderhart ook om jouw leven is. En om, om jouw hart is. En om de situatie is. Ook al zie je het nu niet. Dat is geloven. We zien het nog niet, maar we geloven het wel. Onder ik schrijf mij, want dat zo zijn de titels van jouw boek. Ja. Ik lief jij. Heb je de Bijbel liggen? Ja. Wat is jouw favoriete Bijbeltekst? Nou, ik heb er heel erg veel. Ja? Ja, inmiddels zijn ze alleen maar toegenomen. Okay. want het voordeel van niks kunnen is dat je heel veel uh, kunt memoreren en uh, kunt nadenken over positieve dingen. Ja. Daar heb ik dan voor gekozen, ja. want ja, anders, dan, anders weet ik het niet meer. Ja. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet opgemerkt? Dat zijn toch gouden zinnen? Dat God zegt: Ik ga iets nieuws beginnen. We staan aan het begin van het jaar. Geloof en onthoud die woorden: dat de Heer dan ook tegen jou zegt: Zie, ik ga iets nieuws beginnen. Heb je het nog niet gemerkt? Nee, natuurlijk niet, want ik heb het niet gezien. Nu ontkiemt het. En ja, wat is ontkiemen? Dan zit het nog onder de grond. Maar God moedigt ons aan om het wel al te zien. En dat is dus geloven. Uitzien naar en verwachting hebben. En ja, als dingen anders gaan, dan zijn er altijd wel dingen die wel goed gaan en waar je blij mee bent. En ja, dat sterkt mij ook. Dankjewel, wat een bemoediging. Je hebt mij en ik denk alle kijkers enorm bemoedigd door jou. geloofsvertrouwen, door het hoop op een wonder. Maar vooral uh, dankjewel voor wie jij bent. Een inspiratiebron voor zoveel. Ik wil je graag een cadeautje meegeven. Twee eigenlijk. Uh, oh. Wil. Dit is een geschenk van Hour of Power. Dit past wel bij mij. Ja, hè? Hoor. Ja, die kan ik omdoen. gelijk omdoen. Wat een mooi cadeau. Ja, het gebeurt niet zoveel dat gasten een bloemetje krijgen. Oh. Ik heb ze zelf uitgezocht. Ik denk, ja, jij bent een kleurig boeket. Ah, wat en mooi. Van, van, en een kleurig palet. Je schildert ook graag. Ja. Dus ik eh, oh, geef... Oh, dit vind ik echt supermooi. Hé, he, daar ga je mee. En wat leuk dat je ze zelf hebt uitgekozen. Ja, ja hier verdwijnen je achter, hè? Ik zal ja. iets aan Arne andere kant leggen, maar ja. hij is zelfs zwaar. <laughs> Wilma Veen, heel hartelijk dank. En wij gaan luisteren naar een lied wat jou zeker zal aanspreken. Dat je op mag stijgen, gedragen door Gods kracht, op de vleugelen, ja. als op de vleugelen van een adelaar. Prachtig. I Will Rise. Ja.